Hoi, ik ben Kim, 19 jaar en derdejaars student aan de opleiding tot verpleegkundige van Hogeschool Leiden. Vanaf dit jaar volg ik de opleiding duaal. Dat wil zeggen dat ik werken en leren combineer. Alles wat ik op school leer, pas ik meteen toe in de praktijk. Ik werk bij het Alreine Ziekenhuis op de verpleegafdeling maagdarmleverziekte en interne geneeskunde. Mijn dagdienst begint vroeg. Ik start mijn dienst met het lezen van de rapportages van onze patiënten op de afdeling. Daarin staan alle medische gegevens van de patiënten. Ook ontvang ik van collega's van de nachtdienst een aparte overdracht. Ze is er voor haar ook aan geweest, dus hij gaat voorlopig nog wel even naar huis. Nee. Daarin geeft zij aan hoe het afgelopen nacht met iedereen is gegaan. Hierdoor weet ik waar ik vandaag rekening mee moet houden in de zorg van mijn patiënten. Daarna start ik met de controle van de vitale functies. Dit zijn onder andere de bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur. De bloeddruk is 114 over 73. De uitkomsten van deze metingen zeggen veel over de algehele gezondheidstoestand van een patiënt. Daarom is het belangrijk om deze meerdere keren per dag te controleren. De resultaten van de controles noteer ik in het dossier van de patiënt, zodat ook mijn collega's op de hoogte zijn. Wanneer ik vragen heb, staan mijn collega's altijd voor mij klaar. Yes, oké. Okay. Iedere dag komt een arts langs bij de patiënten op de afdeling, de artsenvisite. Met deze arts bespreek ik mijn bevindingen en gaan we in gesprek over de patiënten voor wie ik zorg. Een groot deel van de patiënten zijn vanwege hun klachten beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Zoals lopen, douchen en aankleden. Last van misselijkheidsklachten, buikpijn. Ja, futloos. Daarom help ik hierbij als dat nodig is. Bijvoorbeeld door patiënten te ondersteunen bij het wassen en aankleden. De persoonlijke verzorging is voor mij meteen een belangrijk observatiemoment. Ik bekijk dan hoe de patiënt beweegt, of er sprake is van benauwdheid tijdens inspanning en wat de conditie van de huid is. Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis ervaren uiteenlopende emoties, zoals angst, verdriet, schaamte en of eenzaamheid. Op een interne afdeling worden vaak patiënten opgenomen met gezondheidsklachten waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Tijdens mijn werk is aandacht voor emoties heel belangrijk. Zo ga ik in gesprek met de patiënten, zodat ik kan achterhalen wat hun wensen en behoeften zijn. Ik houd pauzes samen met mijn collega's. We praten gezellig bij en daarna ga ik weer vol energie aan het werk. Met name laten ervaren hoe het is om ouder te zijn en wat dan de gevolgen zijn voor je fysiek functioneren. Als duaalstudent verpleegkunde leer ik door het opdoen van werkervaring en door de opdrachten vanuit school direct in de praktijk te brengen. Ook leer ik veel van de leeractiviteiten voor stagiaires en leerlingen. In het ziekenhuis werken veel zorgverleners met een eigen kennisgebied. Hun kennis en ervaring worden in de uiteenlopende leeractiviteiten gedeeld. Lijkt dit je ook wel wat en spreekt het werk als verpleegkundige in een ziekenhuisje aan? Neem dan een kijkje op de website.